Yo mensen, door te kijken deze video. Mijn naam is dus al FIFABOY1999. Met vandaag dus de video, de beslissende video. Bij welke club gaan we op de zaterdag de carrière mode doen? We hebben nu op alle dagen de Feyenoord carrière mode. En nu dus op de zaterdag aan de carrière mode. De Rotterdam Knights carrière mode gaat komen te vervallen. En door de carrière mode. Ik heb veel aanbiedingen binnen gehad voor jullie. Welke ploeg ik moet gaan coachen. Bayern München, Manchester City, Manchester United. HSV, Malaga. Dus één Spaanse ploeg, meer Engelsen, dat wou ik ook. Maar Everton, maar er sprong er toch eentje uit. Wolves ook, maar er sprong er toch eentje uit die wel vaak genoemd werd in de reacties ook en op mijn DM's. Dat is Liverpool. En ik kan mededelen, Liverpool wordt de carrière mode van de zaterdag. Jullie gaan het zien. Op die dag komt dan alleen de Liverpool carrière mode. De Feyenoord carrière mode dan niet, die komt er weer gewoon de zon daarna en dan zo gevolg zo volgen. Ja, dus op aankomende zaterdag dus de eerste Liverpool carrière mode. En ik hoop dat jullie het tof vinden. En laat alvast weten als ik aankoop moet doen of spelers moet verkopen. Laat het weten onder in de reacties. En ja, dan zou ik zeggen van top. Ik vind het super top dat jullie op reageren. En mij ook gewoon steunen en mij helpen met een andere carrière mode op de zaterdag. Ik vond de Rotterdam Knights carrière mode niet meer zo tof om te doen. Feyenoord carrière mode nog steeds wel natuurlijk. We zitten weer in de volgende ronde van de... hebben jullie dat al gezien? Volgens mij wel, als ik deze erop zet. Dan zijn we door naar de volgende ronde van de Champions League. Die is tegen Tottenham, dat kan ik jullie wel vast vertellen. Maar goed, we gaan het allemaal zien wat er gaat gebeuren natuurlijk. Jullie zien deze video. Deze video is maandag opgenomen. Deze video wordt er dinsdag, morgen dus, of woensdag erop gezet. Maar ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Druk op duimpje omhoog als je het niet gedaan hebt. Abonneer ook even. Laat het aan je vrienden weten en zeg ik, later.